Dus een goede algemene tip, heel veel YouTube-films kijken. Nou ja, de mensen die dit zien, die zijn al lekker bezig natuurlijk. Die zijn al goed bezig, ja. Ja, precies. Ja, ik doe dus nu een poging om een interview van een uur samen te knippen in een minuut of vijf. En ik heb roze briefjes voor de tips en gele briefjes voor de hele leuke stukjes. Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Gerrit Heikoop en dit is alweer de zesde aflevering in mijn serie vlogs op weg naar de Marathon van Rotterdam en meer specifiek mijn voorbereiding op het triathlonseizoen van 2018. En in deze aflevering deel ik zes hele concrete tips met je over hoe je beter en slimmer kan gaan trainen en hoe je beter voor de dag kan komen op de dag van de triathlon zelf. En die heb ik niet zelf verzonnen, die heb ik geleerd van Michiel Hellegers. Hij is de man achter het Sportlife Crisis blog. En mijn eerste vraag aan hem een paar weken geleden was: goh Michiel, wat was eigenlijk jouw allereerste triathlon? En hoe kwam het dat je aan deze sport wilde gaan doen? Mijn allereerste triathlon was de Beach Challenge in Kijkduin, Den Haag. En het jaar daarvoor had ik hem toevallig gezien. En ik zag daar mensen in een wetsuit gehesen worden. Die doken daar. Het was toen echt best een behoorlijke wind. Hoge golven. Die doken daar het water in, die kwamen er zwalkend uit. Sommigen kregen het voor elkaar om rennend naar de fiets te gaan. Twee uur later keek ik weer en ik zag ze nog steeds hardlopen. Toen dacht ik, nou, dat doe ik volgend jaar aan mee. Dat en ik was op slag verliefd. Ik heb mijn tennisrackets na 20 jaar ingevet en aan de wilgen gehangen. En zijn er nooit meer afgekomen. En ik doe nu 7 jaar ongeveer aan triathlon. En 2011 was mijn allereerste triathlon. Ja. En nog twijfel of je dat wel kon of zo? Of, If dreams don't scare you, they're not big enough. dus ik twijfelde zeker. Ik heb er wel behoorlijk voor getraind. Dat ik, als ik iets doe, dan wil ik het ook gewoon heel goed doen. Als je iets doet, dan wil je het goed doen. Nou ja, leuk bruggetje om even iets te vertellen over de ontwikkelingen van dit vlog. Allereerst, dankjewel. Wat leuk dat je zit te kijken. Ik ben de magische grens van de 30 subscribers door. Hopelijk kunnen we hier later ooit om lachen, maar op dit moment is het een verdubbeling van waar ik mee begon. En als jij daar nu nog niet bij hoort, zorg dan even dat je naar mijn YouTube-kanaal klikt. Of als je daar al zit, druk dan nu meteen op die rode knop abonneren. En een ander leuk ding, misschien had je het al gezien hieronder in beeld. Ik heb wekenlang netjes aangekondigd dat ik geen betaalde samenwerking en geen gesponsorde producten laat zien. Nou, ik laat nog steeds geen gesponsorde producten zien, maar ik heb een sponsor gevonden. De allereerste sponsor, Live Online Events, producent van online content op congressen, beurzen en evenementen. En als je wil weten wat zij precies doen, kijk dan even op loe.tv. Snel terug naar Michiel. Michiel die bracht ergens in het gesprek vrij snel op dat triathlon is niet alleen maar lopen, fietsen en zwemmen. Maar wat is het dan wel? De triathlon is drie dingen. Hè? Lopen, fietsen, zwemmen. Maar het is ook gewoon eten, wisselen, mentaal. En zorg gewoon dat je alle drie die dingen probeert te trainen. Ja, trainen dus. En Michiel vertelde mij in ons gesprek dat hij 4 tot 5 keer traint. Ik moet bekennen dat ik langzaam ook die kant op begin te gaan. En dan is natuurlijk de vraag, net zoals ik, is Michiel een jonge vader. Hij heeft een drukke baan, een sociaal leven. Hoe pas je al die trainingen in je week? Nou, dat is een van de grote onderwerpen op zijn blog. En ik vroeg hem eens een paar tips met ons te delen. Ik heb één blog over met als titel I Run The Office. Ja. Nou, ik ben verre van de CEO, maar ik ren wel tijdens werktijd. Ja. Ik probeer dus op de vrijdag probeer ik in de middag eventjes 3 kwartier even te gaan hardlopen met een collega. Ja. Dus nou, dat is al een winst. Wat ik ook vaak doe is vandaag nog, als we ergens geweest zijn of ergens naartoe gaan, dan word ik er 10, 15 kilometer voor eindbestemming uitgegooid. Kinderen vinden dat volstrekt normaal dat papa in sportkleren en een bidon in de auto zit. Ja. En dan loop ik terug naar huis of naar wie we ook toe gaan. Als ik een barbecue heb in de zomer, dan probeer ik daar op de fiets naartoe te gaan. Ja. Zo probeer ik een beetje efficiënt wat kilometers te maken. Ja, dus eigenlijk de verplaatsingen die je toch al hebt om daar op een of andere manier trainingskilometers in te stappen. Ja, klopt.
Nou, en ik moet zeggen, dit is wel een van de tips die ik naar aanleiding van het lezen van het blog van Michiel ook echt probeer toe te passen. Zowel in mijn werkzame leven, ik ga af en toe op de fiets naar een zakelijke afspraak, als ook naar trainingen toe. In plaats van in die auto te springen, ga even op de fiets. En als je nou benieuwd bent hoe en wanneer ik dat doe, volg mij dan even op Strava. Ga op zoek naar Gerrit Heijk op Leersum en je ziet daar al mijn trainingsactiviteit. En ik volg jou dan natuurlijk terug en ik zie ook jouw trainingsactiviteit, zodat we elkaar kunnen blijven stimuleren. Over trainen gesproken, een andere hele kleine hack die Michiel me vertelde, merkte ik dat ik ook meteen ging toepassen. En die is ook erg motiverend. Ja, het trucje die ik wel eens heb, is dat ik eigenlijk alles al klaarleg. De avond van tevoren. Ja, de avond van tevoren. Dus dat de barrière om te gaan wordt iets lager. Ja, is natuurlijk te simpel voor woorden. Maar ik merk wel, als ik van tevoren al mijn dingen heb klaargelegd, dan is de kans dat ik 's ochtends denk, ik draai me nog een keer om, ongeveer met 100% afgenomen. Als we het nu toch over voorbereiden hebben, had Michiel nog wel een tip voor ons. Ja, dat is nog één tip mee mag geven. Het is gewoon wel handig om eigenlijk in december al goed over na te denken wat je mee wil gaan doen. En in januari proberen in te schrijven, want de triathlonsport is gewoon heel snel groeiende. En heel veel leuke evenementen zitten gewoon heel snel vol. Ja, december, januari, dat is nu. Dus dit is denk ik dan het interactieve element van deze vlog. Wil jij mij nu eens even in de comments laten weten welke evenementen heb jij al op de kalender staan? Want wellicht raak ik daar weer door geïnspireerd of inspireren jullie commenters elkaar. En dan kunnen we elkaar in real life in het seizoen van 2018 gaan ontmoeten. Nou, als je je dan hebt ingeschreven, komt natuurlijk de racedag. Dus ik vroeg Michiel, je hebt al 7 jaar ervaring. Als je nu jezelf aan de vooravond van die allereerste triathlon 1 allerbelangrijkste tip mag geven, welke zou dat dan zijn? En toen kwam hij hiermee. Eigenlijk nog steeds dezelfde als die ik mezelf nog steeds geef. Kijk heel erg goed op dat Parc Fermé waar je erin en eruit moet. En zorg dat je weet waar je fiets staat. Ja. Iedere triathlon die ik tot nu toe gedaan heb, heb ik altijd wel iemand gezien of achteraf gehoord dat hij zijn fiets niet kon vinden. Of dat hij aan de verkeerde kant het Parc Fermé inliep of uitliep. En dat is gewoon heel zonde. Wat ik zelf vaak doe, snij ik misschien mezelf in mijn vingers. Omdat straks misschien iedereen met een roze handdoekje komt. Ja. Maar dan vind je in ieder geval makkelijk je fiets terug als je een roze handdoekje neerlegt. Ja. Ja, dat hebben niet zoveel mensen. Nee, opvallende handdoek. En wat nog meer? Hoe bestuur je? Ga je van tevoren kijken of doe je het puur op de kaart? Of hoe verdiep je in het parcours? Als het kan, ga kijken. Maar soms kan dat ook niet. En dan moet het van een blaadje af. Ja. En meestal vraag ik het ook nog wel aan een official. Ja. Want dat vind ik gewoon echt heel zonde. Kijk, als ik niet genoeg getraind heb, ja, of als ik kramp krijg, of dan ligt het waarschijnlijk aan mezelf. Ja. Maar zo'n Parc Fermé, dat zou ik mezelf toch niet vergeven. Het is me gelukkig nog nooit gebeurd, maar het zou zomaar kunnen. Ja, het bestuderen van het Parc Fermé, oftewel de wisselzone waar je van het zwemmen naar het fietsen en van de fietsen naar het lopen gaat. Wel grappig dat Michiel dat zegt over het handdoekje. Ik heb ook sinds het begin van dit triathlonseizoen deze. Groeten uit Leersum, dus mocht je die ooit zien liggen in een wisselzone, dan weet je dat ik in de buurt ben. In mijn tweede vlog liet ik je zien dat ik naar het NTB-congres, het Nationale Triathlonbondcongres, ging. En daar sprak ik met een van de hoofdofficials van Nederland en die zei dat het eigenlijk, hè, waarschuwing, als je ooit elite triatleet wordt, dat het eigenlijk officieel verboden is om je plek te markeren. Maar goed, in de recreatieve onderste zone zal daar nooit op gehandhaafd worden. Dus koop een leuke, unieke handdoek en zorg dat je jouw plek altijd makkelijk kan vinden. Daarnaast is Michiel specialist in hardlopen. Als je zijn blog leest, dan kom je erachter dat hij vanuit het hardlopen de triathlon is gekomen. En aangezien ik natuurlijk net bij de podotherapeut ben geweest en op zoek ben naar nieuwe rode hardloopschoenen, vroeg ik aan Michiel of hij nog speciale hardloopschoenen had voor de triathlon. Ik heb een heleboel schoenen. Oh. Dus misschien is dat ook nog een goede tip. Ik denk zelf dat het uitblijven van blessures. Ik heb eigenlijk met hardlopen vrij weinig blessures gehad. Dat ook deels te maken heeft met dat ik gewoon heel vaak van schoenen wissel. Dus ik loop eigenlijk maar 1 keer per week op dezelfde schoenen. Terwijl ik toch wel een keer of 3 minstens loop. En zijn dat wel allemaal dezelfde soort schoenen? Of nee, het zijn verschillende schoenen. Dus de een is wat lichter, die gebruik ik vaker voor of
wat korte tempo loopjes of voor een wedstrijd. Ja. Ik heb hem met wat meer demping, die dan voor wat langere afstanden. Ik heb wat off-road schoenen, dus soms vind ik het ook gewoon leuk om een keer een paardenpad te pakken. Of, ja, sommige rondjes heb je ook vaak wel gezien. Soms loop ik ook, misschien ook nog een tip, veel mensen lopen altijd hetzelfde rondje. Misschien ligt het aan mijn geografische handicap, maar als ik hem linksom loop in plaats van rechtsom, dan is hij voor mij altijd helemaal anders. Helemaal anders. Helemaal anders, ja. Ja. Ja, dat maakt de zoektocht nog wel wat complexer. Ik moet dus op zoek naar meerdere rode hardloopschoenen blijkbaar. Nou ja, daarover gesproken, over nieuwe schoenen. Al pratend kwamen we wel nog een hele belangrijke tip tegen over iets wat je vooral niet moet doen op de wedstrijddag zelf. Ze moeten niet helemaal nieuw zijn. Die maakt die fout nooit dat je één of voor een wedstrijd iets nieuws gaat eten. Ja. Of iets nieuws aan gaat doen. Of met iets nieuws gaat fietsen. Want dat is geheid vragen om problemen. Wat misschien ook nog wel een voordeel kan zijn, is dat je misschien een extra boost krijgt. Dat je denkt zo, nu heb ik de wedstrijdschoenen aan. Ja, ja, ja. Er zit natuurlijk ook gewoon een placebo effect in. Ja. Wat ik al zeg, het is fysiek. Maar ook zeker, zo'n duursport is gewoon mentaal. Ja. En, hoe je het op wat voor manier ook kunt beïnvloeden. Als je het kunt beïnvloeden, zou ik het doen. Ja. Op een positieve manier. Alles wat je kan doen om jezelf positief mentaal te beïnvloeden is de moeite waard. Nou ja, ik hoop maar dat voor jou het kijken naar dit vlog dat is. Ik heb nog veel meer roze briefjes, nog veel meer tips. Maar ik zie tot mijn schrik dat we al bijna meer dan 10 minuten bezig zijn. Dus ik ga die andere tips dan maar bewaren voor de podcast die ik in januari 2018 wil lanceren. Triatleten waarvan je alles zou willen weten. Daarin ga ik mijn gesprek met Michiel integraal uitzenden. Dus als het nu al 2018 is, als je dit kijkt, ga er eens naar op zoek. Als het nu nog 2017 is, wanneer deze video gepubliceerd wordt, en jij kent nog mensen die leuk zouden zijn om te interviewen, en dan ben ik niet per se op zoek naar top-triatleten, maar juist ook naar amateurs. Dus Gerdy en Albert en Tom en Helmi, reken maar dat jullie op de lijst staan. Mocht je nog andere mensen weten die leuk zouden zijn, of zou je zelf geïnterviewd willen worden over jouw triathlonervaringen, dan laat me dat nu gelijk even weten in de comments. Dan zet ik je op de lijst. Misschien nog een goede handige tip. Ik moet even een goede disclaimer maken. Ik word hier niet voor gesponsord of betaald, maar NTB-leden kunnen via het collectief bij Zilveren Kluis een hele gunstige zorgverzekering afsluiten. En het is vandaag 21 december. Je hebt nog een dag of 9 om dat te doen. Ik heb dat gisteren gedaan. En je krijgt dan een gratis fietsmeting. Je krijgt zo'n podotherapeutisch onderzoek, wat je in een van mijn eerdere vlog 4 gezien hebt, kun je dan declareren. Sportzolen kun je declareren. Je krijgt coaching bij blessures. Nou, allerlei handige shit waar je tegenaan loopt als al dan niet beginnend triatleet, zit dan allemaal in je pakket. Dus check het even uit via de site van de Nederlandse Triathlonbond. Volgende week donderdag ben ik er natuurlijk weer. Als je als eerste op de hoogte wil zijn van een nieuwe vlog, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, abonneer je dan nu op mijn YouTube kanaal, want ik hoop dat we wellicht binnenkort kunnen vieren dat we naar de 40 of misschien wel de 50 abonnees gaan. Volgende week kom ik live van vakantie, dus dat betekent dat je mij ziet zonder baard. Een goede traditie om iedere zomervakantie en kerstvakantie mijn baard eraf te scheren. En dan ga ik je vertellen over wat ik heb geleerd van mijn inspanningstest die ik onlangs heb gedaan. Om te weten te komen wat de juiste hartslagzone is waar ik op moet gaan trainen voor de Marathon van Rotterdam volgens het Sportrustenprogramma. Leuk dat je helemaal tot het einde hebt gekeken. Ik heb zin om je volgende week hier weer te zien. En ik kijk natuurlijk uit naar jouw reacties hier in de comments over welke evenementen jij in 2018 gaat lopen of welke triathlons je gaat doen. En welke mensen jij leuk zou vinden om geïnterviewd te horen in de nieuwe podcast. Triatleten van wie je alles zou willen weten.